staan hier vandaag bij de Baggerdag in Barsingerhoren. Het evenement waar het gaat om lekker vies worden. We gaan even wat mensen spreken van het bestuur, maar natuurlijk ook smerige kinderen. Je ziet er nog schoon uit. Ja, we hebben nog geen baggervoetbal gedaan. Dus het komt nog. Ja. Wat vind je ervan, van de baggerdag? Ja, hartstikke leuk. Ja, gewoon leuk. Ik was uitgenodigd op deze maat. Maar ik vind het wel leuk. Ik sta hier met Job, een van het bestuur. Ja, klopt. We staan hier vandaag. Het weer is mooi en de sfeer zit er goed in. Ja, zeker. Kinderen zijn in grote getale opkomen dagen. En ze gaan hier een leuke baggermiddag beleven. Want wat houdt Baggerdag nou precies in? Nou, Baggerdag is een zeskamp en alle spelletjes staan in het thema van bagger. En kinderen van 8 tot 14 jaar die kunnen hier aan meedoen, komen uit de hele omgeving, kunnen zich opgeven en dan kunnen ze strijden om de Baggerdagbeker aan het einde van de dag. Dus in teamverband strijden ze met allemaal verschillende mensen uit verschillende dorpen en dat is hartstikke leuk. Het is gewoon de kunst om zo vies mogelijk te worden. Dat is de hoofdzaak, zo vies mogelijk worden. En de tweede natuurlijk om zo snel mogelijk het parcours of het spelletjes af te leggen, zodat je als winnaar uit de bus komt aan het einde van de dag. Want jullie doen dit allemaal met vrijwilligers en sponsoren. Ja. Hoe zit het precies in elkaar? Nou, we hebben vrijwilligers. We hebben vandaag ongeveer 35, 40 vrijwilligers die de teams begeleiden, die helpen met opbouwen, met afbouwen. En dat is heel belangrijk. En natuurlijk ook sponsors. We hebben materiaalsponsors, geldsponsors. Ik kan ze wel even opnoemen. We hebben Koopman Multitechniek die sponsort. Niels Waai Minikraanverhuur. De Hooiberg sponsort ook. Boy Limme en Nick Bruin sponsoren. Dus zo kunnen we dit eigenlijk organiseren voor een niet al te hoge prijs voor de kinderen. Want ik hoorde iets over de 10e editie, maar toch ook de 11e, ja. Maar toch ook weer de 10e. Hoe zit dat nou precies? Ja, het is het 10-jarig bestaan vieren, maar eigenlijk is het de 11e editie. We zijn vorig jaar min of meer vergeten dat we eigenlijk al 10 keer Baggerdag organiseren, maar we hebben nu gewoon gezegd dat we vieren het 10-jarig bestaan, maar het is de 11e keer. Oké, dus het gaat lekker voort. En hoe ziet de toekomst eruit voor de Baggerdag? Ja, de toekomst ziet er eigenlijk wel goed uit. We willen steeds meer spelletjes en steeds meer kinderen eigenlijk hier kwijtbrengen. Want het terrein is groot genoeg hier, dus we kunnen nog meer kinderen hebben. We willen eigenlijk naar de 200, minimaal 200 kinderen, zodat we nog meer kinderen plezier kunnen hebben van onze Baggerdag. En heb je ook een adres waar eventuele toekomstige sponsoren of misschien wel vrijwilligers zich aan kunnen melden voor de toekomst? Ja, alle informatie is te vinden op www.baggerdag.nl. En daar staat ook een contactformulier, kun je contact met ons opnemen, dus dan komt dat helemaal goed. We zijn hier op de Baggerdag. Wie ben jij? Damien. En heb je het naar je zin, Damien? Ja, heel erg. Je ziet er niet helemaal meer schoon uit. Nee, ik heb net aan de broeibervoetbalding meegedaan. En? Compleet naar je zin dus? Ja. Net als Damien zie jij er ook schoon uit? Nee. Ik ben een beetje vies. Jij bent een beetje vies. En hoe komt dat allemaal? Door het baggervoetbal. Want dat is een van de 10 opdrachten die je kan doen? Of een van de 10 spellen? Ja. En hoe staan jullie ervoor? Gaan jullie winnen vandaag? Ik hoop het wel. Dit was Baggerdag 2015 in Barsingerhoren. Het is het 10e jaar, de 11e editie. Ik zou zeggen tot volgend jaar bij de 11e jaar, 12e editie. Doeg!